In deze video lees ik enkele stukken voor uit de Surinaamse media van 8 en 9 september 2024. Het eerste artikel gaat over de barricade van de oost westverbinding bij het Marwina-ziekenhuis in Albina, waar protesterende burgers hun frustraties uiten over de dagelijkse stroomuitval en andere problemen in de regio. Het tweede artikel betreft de zorgen van vakbondsleider Ronald Hooghart, die stelt dat de Surinaamse samenleving psychisch lijdt onder de huidige omstandigheden. Vervolgens bespreek ik een artikel van Eusen van der Sand dat kritisch is op de invloed van de regering op de rechterlijke macht. Tot slot lees ik een artikel van Aswin Ramsjaran over de incompetentie van minister Ramadin en hoe minister Ramdin de gezondheidszorg redt door Cubaanse artsen naar Suriname te halen. Bekijk de video voor gedetailleerde informatie over deze actuele zaken in Suriname. Laat zeker uw mening achter in de reacties en abonneer voor meer updates. Het eerste stuk staat in Dagblad Star Nieuws. Van 9 september 2024 en heeft als kop Oost-West-verbinding bij Marwina Ziekenhuis gebarricadeerd. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Protesterenden hebben ter hoogte van het Marwina Ziekenhuis in Albina de Oost-West-verbinding gebarricadeerd. Ze protesteerden tegen verschillende zaken, waaronder stroomuitval. Een paar honderd mensen hebben rond middernacht de Oost-West-verbinding ter hoogte van het Marwina Ziekenhuis gebarricadeerd. Zij willen oplossing hebben voor de vele problemen waarmee ze dagelijks te maken hebben. Haast elke dag is er stroomuitval. Er wordt geprotesteerd tegen diverse vraagstukken. Assembleelid Claudia Zabajo, NDP, die ook ter plekke is, zegt aan Sta dat ze begrip opbrengt voor de protesterenden. Ik woon ook in Albina en de laatste drie maanden hebben we elke dag stroomuitval. Er wordt geklaagd bij de districtscommissaris, maar er komt geen oplossing. Voornamelijk jongeren hebben besloten in protest te gaan. Assemblée-lid Claudie Sabayo zegt niet op te kunnen nemen voor de regering. Aangegeven wordt dat de barricade niet zal worden opgeheven totdat de regering komt met een concrete oplossing. Als de stroom uitvalt, heeft dat ook gevolgen voor lijken in het mortuarium. Lijken beginnen tot ontbinding over te vaan. Sabayo merkt op dat de mensen ook protesteren tegen onder andere de gezondheidszorg in het district, onderwijs, waterleiding. De protesterenden vinden dat ze een stiefmoederlijke behandeling krijgen. Ze zijn vast van plan door te gaan met de protestactie totdat de regering daadwerkelijk met oplossingen komt. Het tweede stuk staat in dagblad Suriname Harold van 9 september 2024 en heeft als kop: Hooghart, als volk zijn we psychisch ten onder. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Vakbondsleider Ronald Hooghart is van mening dat het volk psychisch ten onder vaat gezien de huidige situatie van de burgers. In gesprek met Suriname Harold stelt hij dat de omstandigheden waarin burgers verkeren zorgwekkend zijn. Zaken zoals intimidatie, logens en andere negatieve invloeden tasten volgens hem de samenleving aan. De hele samenleving staat op haar kop, zegt hij. De vakbondsman heeft ook gevraagd om een ontmoeting met president Tjan Santoki. Hooghart heeft een brief gestuurd naar het staatshoofd, maar tot nu toe heeft hij daar geen antwoord op ontvangen. Ik heb die brief zelf bij hem afgeleverd en tot nu toe heb ik niets gehoord. Al dus de vakbondsman. Onder normale omstandigheden, wanneer hij het staatshoofd een WhatsApp-bericht stuurt, krijgt hij wel een reactie, merkt hij op. Volgens hem geloven burgers niet meer in verkiezingen en verwachten ze zelfs dat er iets anders gaat gebeuren. De hele administratie van het land staat op haar kop, zegt Hooghart. Zo worden ambtenaren niet betaald wat hen toekomt, met als gevolg grote ontevredenheid onder de landsdienaren, haalt Hooghart aan. Daardoor hebben de landsdienaren bijna geen vertrouwen meer in de vakbeweging. Dit komt doordat er wel wordt onderhandeld met de overheid, maar er geen goede resultaten worden geboekt. Hooghart blijft erbij dat hij nog steeds de voorzitter is van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, en niet Michael Miskin, met wie de overheid ervoor kiest te onderhandelen. Volgens Hooghart zorgt de houding van Miskin en andere vakbondsleiders ervoor dat de landsdienaren geen vertrouwen meer hebben in de vakbonden. Hij benadrukt dat er nog een rechtszaak loopt in een bodemprocedure om vast te stellen wie de echte voorzitter van de CLO is. Zolang de zaak nog niet is afgerond, vindt Hooghart het onjuist dat Misskin namens de landsdienaren onderhandelt. Hij is van mening dat Miskin moet wachten op een definitieve uitspraak van de rechter. Het derde stuk staat in dagblad Suriname Harold van 8 september 2024 en heeft als kop waarom geen zorg wordt gedragen voor de verregelde afdoening van alle rechtsgedingen. Dit stuk wordt toegeschreven aan Eugène van der Sam. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Dit college, het hoogste rechtsprekende instituut van Suriname, is nog altijd gevestigd in het gebouw waar het begon. Het Hof van Justitie maakt zich sterk om de leer van de scheiding der machten tot uiting te laten komen, zoals die in de late 18e eeuw is beschreven door Montesquieu. Het streven is erop gericht om onwenselijke gebeurtenissen uit zowel de historische als de contemporaine geschiedenis te voorkomen. Bijzondere aandacht verdienen de ontwikkelingen na de onafhankelijkheid, tijdens het militair bestuur, gedurende het herstel van democratie en rechtsstaat en in het huidige al aldus de hofpresident. Om te begrijpen wat er allemaal binnen het openbaar bestuur plaatsvindt onder de noemer van voortschrijdende inzichten, moet je de bestuurshandelingen van deze regering analyseren. Daarom wordt bijzondere aandacht gevraagd van de hofpresident voor het huidige tijdsgevricht. Tijdens geen enkele regering van Suriname. Vanaf de onafhankelijkheid in 1975 heeft de uitvoerende macht zich zo indringend bezig gehouden met de rechterlijke macht, waarbij de staatsrechtelijke scheiding der machten duidelijk wordt overschreden. De rechterlijke macht wordt gevormd door de president en de vice-president van het Hof van Justitie, de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie, de procureur-generaal bij het Hof van Justitie en de overige leden van het Openbaar Ministerie. Als mede de andere rechterlijke ambtenaren, die de wet aanwijst, artikel 133 van de Surinaamse Grondwet. Met zogenaamde nieuwe richtlijnen voor personeelsbeleid, waarbij ten onrechte, niet gebruikelijk binnen het ambtelijke, met artikel 3 van de personeelswet het bevoegd gezag wordt gemanipuleerd, ontstaat een afhankelijkheidssituatie tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht, met name de executieve. Deze regering is sinds haar aantreden bewust bezig om binnen het wettelijk kader van de Republiek Suriname mogelijkheden te initiëren om meer invloed te hebben op de rechterlijke macht, aangezien hun invloed op de Nationale Assemblee reeds evident is. Binnen het recht in het algemeen, en ook in het staats- of administratief recht, kan een bestuursorgaan geen bevoegdheden overdraven die het zelf niet bezit. Niemand kan meer rechten overdraven dan hij zelf heeft. De Asterisk Asterisk Nemo plus Asterisk Asterisk, -asterisk regel asterisk nemo plus juris ad alium transfer de patest com ipse habet asterisk. In de resoluties SB 2024 nummer 33 en SB 2024 nummer 32, beide van 14 maart 2024 nummer 213 slash rp en nummer 212 slash rp, houden de verlening van bijzondere volmacht aan de procureur generaal bij het Hof van Justitie en de president van het Hof van Justitie, tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten voor het verrichten van enkele diensten ten behoeve van de staat, wordt in gevolge artikel 3 lid 3 onder C van de personeelswet bijzondere volmacht verleend voor de aantrekking van personeel in alle functiegroepen. In deze resoluties wordt in strijd met de wet uitdrukkelijk vastgelegd dat, zonder gebruikmaking van de gebruikelijke ambtelijke procedures, deze toegepast kunnen worden. Aangezien in gevolge het staatsbesluit, besluitvormgeving, wettelijke regelingen. Staats- en bestuursbesluiten, SB 1996 nummer 54 artikel 7, als volgt luidt. Een door de president genomen bestuursbesluit, ter uitoefening van één bij een wettelijke regeling aan hem toegekende bevoegdheid, wordt als resolutie uitverduid, Zijn deze resoluties ten behoeve van de rechterlijke macht in strijd met artikel 3 lid 3 onder C van de personeelswet? Vervolgens is in strijd gehandeld met artikel 7 van de personeelswet, asterisk Jimto, asterisk het ambtenarenbezoldigingsbesluit. SB 1980-nummer 153, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 1992-nummer 95, om af te mogen wijken van de gebruikelijke ambtelijke procedures. Dit is op zijn zachtst gezegd onhandig, maar als het bewust wordt gedaan, is dat corruptie. Waarom zoveel aandacht voor slechts een deel van de werkers binnen het openbaar bestuur, met name de ambtenaren en landsdienaren die in dienst zijn bij de rechterlijke macht, terwijl alle overige landsdienaren, dus ambtenaren en arbeidscontractanten? Ook afhankelijk zij van hetzelfde bevoegde gezag? Is het toeval dat juist deze regering zo begaan is met het lot van de arme landsdienaren, die uitsluitend werkzaam zijn daar waar de belangen van de staat vaak moeten worden getoetst? Komt hierdoor onze democratische rechtsorde en tevens de rechtsstaat niet in gevaar? Dit zijn allemaal vragen die opkomen bij de beschouwing van de twee resoluties. In ieder geval, na zoveel schandalen op dit gebied over Koethovenlands, kunnen deze resoluties niet worden gehandhaafd. Ten meer daar nu de rechterlijke macht hierbij betrokken is. Als wij de rechtsstaatsgedachte werkelijk eerbiedigen en niet zo schaamteloos zijn geworden, dan moeten ook alle overige resoluties die in strijd zijn met een hoger bestuursbesluit worden ingetrokken, en dat zijn er een heleboel. Wij hopen dat de weg vrij wordt gemaakt om de amerika case en alle andere duistere gevallen nu in onderzoek te nemen, als er nog een druppel respect aanwezig is voor de Surinaamse samenleving en niet een dorpsgek in Holland. Dit doen wij voor God en vaderland. Eugène van der Sam. Het vierde en tevens laatste stuk dat ik voor nu ga voorlezen, staat ook in Dagblad Suriname Harold, maar dan van 8 september 2024 met als kop "Minister van Ongezondheid Ramarins incompetentie op hete betrapt". Dit stuk wordt toegeschreven aan Ashwin Ramchand. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Wellicht dat het nu niet is opgevallen, dus vandaar dit artikel. Even goed optellen bij de namen. In dit artikel heb ik het over de redder van Suriname. Minister van BBS Ramdin en de vernietiger van Suriname, de incompetente minister van Gezondheidszorg, Ramadin. Nu de Cubaanse artsen Suriname weer komen helpen, is het duidelijk: volksgezondheid-vernietiger minister Ramadin is betracht op zijn incompetentie. En minister van BBS, Ramdin, heeft Suriname en de Surinaamse gezondheidszorg verred. De Rolodex van Ramdin, BBS, redt Suriname. Zonder het telefoonboekje van minister van BBS, Ramdin. Was de regering van Chan en Kopey een poppenkastshow geweest waar nog minder mensen naartoe zouden gaan. Men mag zeggen wat men wil van Ramdins BBS, maar zonder de Rolodex, het boekje met telefoonnummers in de achterzak van minister van BBS, zou Suriname nog meer verloren zijn onder Chan en Kopey. Het is de minister van BBS die Chan iedere keer redt van verschillende blunders. Hij schrijft de speeches van Chan en hij leidt het kabinet Chan. Bravo leidt het andere kabinet. Bravo. Zo heeft Suriname twee regeringen, waarvan de regering Bravo nu uitgeregeerd is. ABOP en PL zijn klaar met reveren. Ze krijgen veeveld en kunnen niets doen, dus reveren ze niet meer. Dit even terzijde. Het harde bewijs is geleverd: Ramadin is incompetent en moet op staande voet ontslagen worden. Nu terug naar de kern van dit artikel. Daar stond minister van BBS. Ramdin, stralend op de foto met een bebaarde Cubaanse meneer, die Cubaanse artsen zou sturen naar Suriname, zodat baby's en anderen niet meer hoeven te sterven in Surinaamse ziekenhuizen. Bibis Ramdin draait één telefoonnummer en A. Tori Seti. Het is deze foto van minister van BBS, Ramdin, en die Cubaanse meneer, die het bewijs vormt voor iedere ouder of persoon die de afgelopen tijd iemand heeft zien sterven omdat een incompetente minister de sector gezondheidszorg heeft laten leiden. Deze foto is het bewijs van de incompetentie van minister Ramadin van Gezondheid. Deze foto is het bewijs dat minister van BIBS eigenlijk de regelaar is van deze revering. Deze foto is het bewijs dat iedere ouder in een rechtszaak kan gebruiken om de beslissingen van Ramadin... ...als vernietiger van de Surinaamse gezondheidszorg te bewijzen. Want als het nu kan, waarom konden de Cubaanse artsen niet eerder naar Suriname verhaald worden... Waarom zijn de Cubaanse artsen een tijd geleden Suriname uitgetrakt door deze zeer kortzichtige, incompetente, vernietigende van de minister Ramadin? Minister Ramadin gaat nu pronken met de veren van een ander. De trouwe, competente Cubaan, die hij eerst had weggestuurd, komt land en volk nu redden. Dus het komt anders, maar zowel Tian als Ramadin zaten met hun kop ergens anders. U mag zelf verzinnen waar ze hun kop hadden zitten. Maar die veren staan hem niet. Dit opportunisme... Als kenmerk van zijn karakter als mens is verwerpelijk, misselijkmakend en vooral vulgair. Ba, ba, ba. Deze regering, Sian en Kosceotide, de VHP als coalitiepartner en minister Ramadin van het ministerie van Ongezondheid zijn op hete daad betrapt. Het falend beleid is bewezen, de incompetentie is bewezen, de schuldig betrapt en de schuld is bewezen. De rechtszaak tegen de staat en de minister van gezondheid is door iedere verdupeerde, verdrietige ouder of persoon gewonnen. En zo lopen velen van deze regering de kansen rechtszaak en een broek te krijgen na 2025. Maar minister van BIBS gaat met zijn tien schone vingers rustig verder met zijn carrière. Conclusie. Wat mij betreft is deze foto de foto van het jaar. Ramdin heeft Suriname verred. ...terwijl die kleine jongen zijn microfoon zocht om een liedje te zingen op YouTube... ...waarin hij klaagt over COVID en de vering. Een bewijs heeft weinig woorden nodig. Daarom is dit artikel kort. Kijkt u goed naar de foto van minister Ramdin van BIBS en die lieve Cubaanse meneer. Deze foto geeft aan wie werkelijk verstand van de veren heeft... ...wie Suriname werkelijk redt... ...wie met het draaien van één telefoonnummer meer kan bereiken voor Suriname... ...wie boven de incompetente minister van Ongezondheid staat... En wie daadwerkelijk de belangrijke touwtjes in handen heeft in Suriname. Sjan, tijd dat je die man opdondert. Ashwin Ramsharan. Dat waren dus enkele stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.